Studenten laten energietoeslag massaal liggen. Provincie dreigt mountainbike routes te sluiten. En Nijmegen vergoedt nieuw paspoort voor transpersonen. Ook al kunnen studenten nu in alle Gelderse studentensteden energietoeslag aanvragen, vooralsnog zijn er nog maar weinig die dat doen. Vooral in Nijmegen eisen studenten hun geld nog niet op. Van de ongeveer 4000 adressen die recht hebben op een toeslag, heeft slechts een derde zich gemeld bij de gemeente. Nee, heb ik niet aangevraagd. Nee, ik ook niet. Nee. Ik wist niet dat dat kon, eigenlijk. En dat terwijl de huurprijzen van studentenkamers de pan uitreizen. Studentenvakbond Accu weet in ieder geval dat de nood hoog is bij veel studenten. Ik ken zelfs mensen die van kamers gaan en gewoon terug bij hun ouders gaan wonen, alleen maar omdat ze het niet kunnen betalen nu. En het helpt ook niet dat er dan studenten vaak geen energietoeslag kunnen krijgen of niet weten dat ze het kunnen krijgen. Accu krijgt wekelijks wel meerdere vragen binnen over de energietoeslag. Toch loopt het nog geen storm met de aanvragen. Zoals wij het zien bij studentenvakbond Accu is een van de grootste redenen eigenlijk dat heel veel studenten het waarschijnlijk niet waard vinden om het aan te vragen. Bijvoorbeeld studenten in situaties zoals ik, waar je met heel veel huisgenoten op één adres woont, moeten die energietoeslag met al die huisgenoten delen. Ik hoor inderdaad ook vrienden van mij dit hebben gedaan, die moeten dat dan verrekenen met hun huis volgens mij. Of ja, zoiets, ja. Met hoeveel woon je in huis? Met 5. Met 11. Ik woon zelf hier in dit huis, dat is met iets van 100 man. Dus ja, hoe ga je dat organiseren dat dan één iemand dat aanvraagt? Ik denk dat het zeker zaak is dat de gemeente hier duidelijker en meer over gaat communiceren. Maar ik denk ook dat er voor ons nog een grote slag te winnen is met ervoor zorgen dat studenten hun rechten kennen. Ik heb geluk, mijn ouders hebben hem aangevraagd en die dan aan mij gegeven omdat zij hem niet nodig hadden. Dus zo is het voor mij weer opgelost. Zo meteen in het RN7 Regio Nieuws. Kinderen van vluchtelingen hebben vaak geen zwemdiploma. In het Nijmeegse Sportfondsdebat behalen sommigen deze alsnog. Een man die in augustus van dit jaar in Nijmegen werd neergeschoten door de politie, was bezig met een wanhoopsdaad. De 60-jarige Groesbekenaar drong gewapend een pand binnen van Iriszorg in de hoop dat de politie hem zou doodschieten. Dat bleek dinsdag tijdens een zitting in de zaak. De man uit Groesbeek deed in de weken voor het incident in Nijmegen ook al 2 pogingen om zichzelf te doden. Mountainbikepaden ten oosten van Nijmegen moeten worden aangepast, anders dreigt de provincie Gelderland ze af te sluiten. Dat blijkt nu vlak voordat de provincie zich moet verantwoorden voor de rechter, omdat natuurbeschermers zo willen afdwingen dat er wordt opgetreden. In een brief die in handen is van Omroep Gelderland blijkt dat stichting MTB Routenetwerk Rijk van Nijmegen voor 15 februari 2023 moet aangeven welke preventieve maatregelen genomen worden om het vliegend hert, de zandhagedis en de hazelworm te beschermen. Transpersonen in Nijmegen die vanwege hun transitie een nieuw rijbewijs of paspoort aanvragen, krijgen dat voortaan vergoed door de gemeente. Daarmee loopt Nijmegen voorop. In nog geen enkele andere Nederlandse gemeente wordt het veranderen van een geslachtsregistratie tot nu toe financieel vergoed. Doel is om steun te bieden aan transgenders die nog in transitie zijn, zo schrijft de gemeente. En het centrummanagement in Elst heeft 150 posters verspreid onder winkeliers waarop staat dat de deur dicht blijft, maar dat de winkel gewoon open is. Een oplossing voor een dilemma voor winkeliers in koude dagen, zegt de centrummanager. Veel winkeliers willen de deuren dicht houden vanwege de hoge energierekening. Tegelijkertijd loop je dan het risico dat de klanten denken dat de winkel niet open is. Met deze posteractie moet dit worden voorkomen. En de weg tussen het Keizer Trajanusplein en de Prins Mauritssingel in Nijmegen, die over de Waalbrug loopt, gaat, als de Nijmeegse gemeenteraad daarmee instemt, de Sint-Titussingel heten. De raad riep zelf rondom de heiligverklaring van Titus Brandsma het college hiertoe op. Nu heet de weg hier nog gewoon de Waalbrug. De zee, een rivier of een zwembad. In Nederland is er op veel plekken water. Daarom is het ook belangrijk dat iedereen een zwemdiploma haalt. Toch kunnen niet alle kinderen in Nederland goed genoeg zwemmen. Kinderen die hier als asielzoekers zijn gekomen bijvoorbeeld, halen lang niet altijd een zwemdiploma. Hoe dat komt, dat is onderzocht. Je mag duiken, ja. Daarom staat de bodem ook diep. Ja. De 13-jarige Ellent heeft er zin in. Hij kan vandaag zwemdiploma A halen. Ellent komt uit Syrië en woont nu een jaar in Nederland. Hij zit in het zwemklasje samen met Mohammed, Sehend en Zibend.
Sibend woont nu zo'n 5 jaar in Nederland en komt uit Irak. Ik kon niet zwemmen. Ik kon niet duiken of voor naar bijvoorbeeld kikkervoeten. Ja, zo dingen. In Nederland gaan de meeste kinderen op zwemles als ze 4 of 5 jaar zijn. Ik ook. Ik heb mijn A-diploma en mijn B-diploma gehaald. Maar in heel veel andere landen is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. Germanina dobloma. Amerikanen dobloma, je weet het wel. Wie leert dan in Syrië de kinderen zwemmen? De vader of de moeder. Maar Sibend heeft in Irak niet goed leren zwemmen. Het is zelfs wel eens bijna misgegaan. Ik ging een keer in de diepte. Ja, ik kon niet zwemmen toen. Ja, toen moest ik water trappelen, maar dat deed niet. Dus ik ging helemaal uit de bodem. En daar ging het mis. Lijkt me wel heel spannend als je zoiets meemaakt. Ja, dat weet ik. Ja, ik was in een paniek gewoon. Ik was in paniek. Ik zei ook de hele tijd help, help. Maar gelukkig kwam iemand mij helpen. Ja, spring er maar in. Onderzoekers zien dat kinderen die naar Nederland zijn gevlucht minder vaak een zwemdiploma halen dan kinderen die in Nederland geboren zijn. Nu is onderzoek gedaan naar waarom dat is. Zo weten ouders niet altijd dat zwemles bestaat. Dat het in een land met veel water als Nederland heel belangrijk is dat alle kinderen daarop gaan. Ook vinden ze het soms lastig om zwemles te regelen voor hun kind. Ze kunnen het soms niet betalen of weten niet wie ze daarbij kan helpen. En ook stoppen kinderen soms al na een paar zwemlessen en gaan dus zonder diploma van zwemles af. Onderzoekers hopen dat ouders meer hulp krijgen, van de gemeente en scholen bijvoorbeeld. En zwemleraar Patrick hoopt dat ook. Nou, zeker weten, zeker weten, zeker weten, zeker weten. Elk kind moet in Nederland zijn zwemdiploma halen. Koste wat het kost. Nou, de limit gewoon is hersenkapaciteit. Rug, buik, rug. En na heel veel baantjes in het diepe, ook met normale kleding aan, is zwemdiploma A binnen. Gefeliciteerd, man. Kijk eens, je hebt hem verdiend. Je A-diploma. En Patrick, waarom moeten we dan ook met hun kleren aanzwemmen? Nou, daarom. Ja, dan kan je je redden als je plots in het water valt. Ja, het was vandaag niet zo'n bijzondere dag wat betreft het weer. De dag verliep vrijwel geheel bewolkt en het was zo'n 7 graden. Helaas zijn de vooruitzichten nog iets minder goed. Ja, morgen start de dag nog droog en bewolkt, maar in de loop van de middag trekt er dan een regengebied vanaf het zuiden het land binnen. Trekt ook over onze regio. In de avond wordt het dan wel weer droog en het wordt zo'n 10 graden. De dagen daarna variëren een beetje. Donderdag blijft het voornamelijk droog en is er wat ruimte voor de zon. Met 11 graden voelt het dan ook wel vrij aangenaam aan. Vrijdag is dan weer wat meer kans op een bui en zaterdag is de zon weer wat vaker terug. En tot zover het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor terugkijken van onze uitzending of andere uitzendingen kun je terecht op ons YouTube kanaal. Volg ons op Facebook, Twitter en Instagram. Voor het laatste nieuws kun je altijd terecht op onze website rn7.nl. En wij zijn er morgen weer. Tot dan!